Jongens, welkom. Vandaag zijn we weer beland in het prachtige contentveen. En heb ik een hele leuke planning voor jullie. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat ik nog maar 10 afleveringen mag maken op contentveen. Dat betekent dat dit nummer 1 is van de 10. Vorige aflevering heb ik ook deze kar hier nog gemaakt en dit kraampje hier. Waardoor het betekent dat dit gedeelte hier af is. En vandaag wil ik de video beginnen met een prachtige leuke timelapse over iets wat op deze muur staat. En ik dacht het is misschien leuk om te maken het platform boven de ijzerfabriek. Dat is namelijk het platform als we even helemaal hierheen vliegen. Dan gaan we even hier staan. Namelijk dat platform daar. Daarachter met daarachter het rook en zo. Daar hebben we een heel leeg platform nog. En ik dacht het is leuk om daar iets te gaan bouwen. Nou, wat we daar gaan bouwen is even een grote vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed. Dus ik denk dat jullie dat maar in de timelapse gaan zien. En dan maar moeten gaan accepteren dat wat hier komt, dat dat er dan ook echt staat. Ik dacht misschien een paar huizen, maar misschien dat ik er ook wel een soort fort ga bouwen. Of zo, of een vervallen ruïne. Ik weet het allemaal niet. Misschien dat het wel gewoon een barakken wordt voor soldaat. Er zijn zoveel opties die we kunnen maken. Dus laten we in ieder geval beginnen met een leuke timelapse hierin. Maar voordat we dat gaan doen, vind ik even dat jij nu de video moet liken. Als we 5000 likes halen, ben ik heel blij. Ik weet niet waarom, ik zocht de reden, maar 5000 likes is gewoon leuk. In ieder geval veel plezier met het kijken naar deze timelapse. Geen idee wat er gaat komen, maar jullie gaan het zien in 3, 2, 3, 2, 1... Jongens, daar zijn we weer. We hebben een prachtige timelapse achter de rug. En wat ben ik trots op de progressie die we weer gemaakt hebben. Het is eindelijk weer even een keer een leuke grote timelapse geweest. Althans, groot misschien niet, maar een groot gebouwd. Weet je, er is veel gedaan. Laten we beginnen met het feit dat ik hier op een... Ja, even met de deur naar huis vallen. Ik ben letterlijk gewoon eigenlijk een tweede kasteel aan het bouwen. Ik dacht, weet je, laten we hier op dit platform misschien een soort barakachtig iets bouwen. Wat ik al zei, waar we misschien mensen hun wapens kunnen opleggen, plaatsen. Waar we soldaten kunnen slapen en zo. En terwijl ik bezig was, toen dacht ik eigenlijk van, weet je, nu ik het zo aan het bouwen ben. Het begint wel akelig op een kasteel te lijken. Dus weet je, we bouwen gewoon een tweede kasteel erbij. Waarom ook niet? Kasteel 1 was zo'n succes dat we dachten, weet je, we bouwen kasteel 2. Dus bij deze krijgt hij ook de naam Kasteel 2. Lekker origineel. En iets wat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om te gaan doen. Maar hier is een mega grote brug gebouwd, jongens. Wacht, laten we even een mooi puntje bezoeken. Even kijken, hoe ziet het er vanaf hier uit? Ik kan niet echt... Ja, ik kan vanaf hier, maar daar sta ik wel heel ver. Maar daar, jongens, een mega grote brug is gebouwd. Dit omdat er nog niet echt een route was naar die plek daarbovenop. En ik dacht, hoe gaan we dat doen? Misschien hier en weet ik wat allemaal. Maar ik dacht, weet je wat? Laten we gewoon een mega grote brug hier bouwen vanaf de kerk. Dus wat je dan doet, is je komt hier aanlopen. Zo, hoppakee. Dan loop je hierheen over de prachtige brug met kaarsjes. Omdat het een beetje dan de kerkbrug is. Weet je, ik dacht, ik ga de kaarsjes opstoppen. Dan heeft het nog een grote link met de kerk. Omdat daar altijd kaarsjes zijn die je aan kan steken. Maar hij ziet er wel leuk uit als je er zo overheen loopt. Ik ben er echt heel blij mee. Maar dan loop je hierheen. Dan ga je zo woelop, naar beneden. Er staat nog steeds Justin's hoofd. Die moet ik weghalen. En dan moeten we ook nog een keer een interieur bouwen voor de kerk. Maar die staat ook op het lijstje, jongens. Maar het is wel een hele leuke route om hier gewoon nu zo daarheen te gaan. Naar het tweede kasteel. En hij wordt misschien iets te hoog. Misschien ook ietsjes lager bouwen. En dat ik van plan ben om hem te bouwen. Want het is wel heel hoog als ik het zo zie. Maar misschien is het ook wel leuk. Weet je, waarom niet? Het is een tweede kasteel. We hebben toch nog 10 afleveringen. En wil ik die 10 afleveringen ook nog, pap, met hele goede gebouwen afsluiten. Dat is natuurlijk waar dit seizoen echt om draaide, jongens.
om grote gebouwen en mooie dingetjes en zo. Maar ja, ik vind het wel leuk om hier gewoon kasteel 2 te bouwen. Waarom niet? Alleen ik dacht, ik had nog eigenlijk best wel zin om even door te bouwen aan de timelapse. Alleen we zijn inmiddels al echt een paar uur verder. Ja, want je ziet dat het is best wel veel bouwwerk dit natuurlijk. Dus dat kost wel eventjes. Zeker in survival gewoon. Op dit power dat is nodig, dacht ik al. Eruit. Kwap. Maar ik dacht, weet je, laten wij ook nog eventjes gewoon een beetje in de video gaan bouwen. Dan kan ik een beetje uitleggen wat de planning is hier en daar en zo. En dan kunnen we ook gewoon rustig met elkaar verder gaan. In plaats van dat jullie alles in de timelapse zien. En ik heb gewoon niet de tijd om alles in de timelapse te doen. Oh, maar ik ben wel zo blij met deze brug, jongens. Hij is zo cool gemaakt. Ik weet niet waarom, maar het voegt zoveel toe dat hier nu zo'n brug deze kant op gaat. Ik weet niet waarom. Hier heeft hij allemaal pilaren. Hier niet, omdat hij over de begraafplaats heen loopt. Maar laten we hem ietsjes minder hoog maken, jongens. Ik vind hem nu echt even iets te hoog. Dit hier. Ik heb er even goed naar gekeken en het besef me, ja, het is een tweede kasteel, leuk, maar dan moet hij niet dat kasteel overtreffen qua hoogte. En ik wilde daar nog, hier nog een puntdak op bouwen, dus ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Het mag hoog zijn, maar niet zo hoog, weet je. Het moet niet hoger zijn dan dat kasteel. Dat mag gewoon niet. Zo, dit is wel een goede hoogte dan. Dan heb ik vast stairs gemaakt, omdat de planning is dat ik hier misschien een soort, kijk, even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik wilde hier misschien, wilde ik het zo laten lopen. Kijk, zo. Hoppakee, kijk, zoals dit wilde ik het laten lopen eigenlijk. En dan vanaf hier. Oeh, maar gaat dat nog wel goed nu? Is de grote vraag. Gaan we even wat extra blokken gebruiken? Die we laten weer weghalen natuurlijk. Kijk, zo. Hoppakee. Misschien dat het dan te stijl gaat, maar dat hij vanaf hier dan ook gewoon netjes juist minder stijl gaat zoals dit. Goed, dan wacht even, moeten deze blokken weer weg? Het is altijd even lekker aan klooien, jongens, om met zoiets als dit te bouwen. Ik heb het wel gemist. De laatste keer dat ik zo iets groots als dit heb gebouwd, echt wat met een kasteel te maken heeft, is volgens mij of de arena of de kerk. Of het, de uitbouw van, volgens mij de uitbreiding van het kasteel. Want die was natuurlijk aan het begin een stuk kleiner. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Wanneer ik voor het laatst zoiets aan het, zo'n kasteel-vibe-achtig iets gebouwd heb. Het is wel echt heel leuk weer om te doen. Moet ik wel echt zeggen. Hoe ziet dit er nu uit? Als we zo dit weghalen, dit. En dan even op een afstandje gaan kijken. Dan gaan we even kijken. En het ziet... boom. Ja. Dat is sick. Oh, dat is lijp. Wat gaan we doen? Pas op hier op landen. Bonk. Ja, tevreden jongens. Tevreden over de keuzes die we maken. Doen we natuurlijk hetzelfde aan de andere kant. Want dat is wel zo simpel om het gewoon een beetje symmetrisch te maken. Houden we meestal wel van. Hoe doen we dit? Oh, wacht. Die weg. Die hier. Die hier. Oh, die hier. En dan die hier. Juist. Het is een soort van een kasteel, maar ik wil hem echt een stuk minder indrukwekkend maken dan het grote kasteel, want dat moet natuurlijk het centrale punt zijn. En als hier dan in één keer een veel lijper kasteel staat, omdat mijn bouwskills natuurlijk verbeterd zijn sinds dat ik dat heb gemaakt, logisch gezien wat ik gewoon meer gebouwd heb, is het een beetje gek om daar hier in één keer veel lijper kasteel te bouwen. Dus hij moet wel iets minder cool zijn, maar evengoed wel gewoon leuk. Oké, dan hier op de torens waar we nu op staan. Ja, het zijn torens, alleen je ziet niet echt goed dat het torens zijn en dat wil ik verbeteren. Hoe gaan we dat doen? Ik denk door gewoon simpel te zeggen, we gaan hier een pilaar toevoegen. We gaan een soort dakje opbouwen. Ik denk dat dat serieus wel de beste opties die ik heb. Om het dan even een beetje echt te markeren als een, yo, dit is een toren. Dit is niet echt een, hoe noem je dat, deel van de muur van het kasteel. Nee, het is echt een toren. Even denken, hoe ga ik dat extreem duidelijk maken? Ik denk door nog een laagje hoger te doen. Want het ding is, hij staat al tegen een hoge muur aan. Dus als je op de grond staat, ga je dit kasteel volgens mij helemaal niet zien. Wacht, dat wil ik wel even testen gelijk. Want hier, als ik helemaal daar beneden zou staan, echt gewoon hier, gaan we het kasteel dan überhaupt kunnen zien? Als we hier staan. Echt het puntje. Kijk, de toren zie je wel trouwens. Maar je moet echt de dam op gaan lopen. Echt hier helemaal omhoog, dit stukje hierheen. Om volgens mij pas, ja, vanaf hier ga je het kasteel pas een beetje zien. Oh, het is wel cool om daar het kasteel te hebben. Jawel, trouwens. Nu ik het zo zie, als ik zo een dak zoals dit doe, heeft wel een beetje iets weg van het dak wat ik hier heb. Dus misschien is dat gek? Dat je dan twee van die puntdingetjes boven elkaar hebt? Nee, vast niet, joh. Het zal wel leuk zijn. Dan willen we hier een raampje in het midden. Of willen we een raampje zoals dit hebben? Zo. Even denken. Dat is zeg maar een beetje... Dat maakt het te dik. Dat maakt het zeker te dik. We willen het zo. Dan denk ik hier gewoon deze dingen. Misschien dan wel walls gebruiken. Oeh, ja, dat is sick. Kijk, dit is top. Dit is helemaal top. Zo willen we het. En dan in plaats van hier ook een raampje, komt hier weer een doorgang. En die komt ook in deze kant. Dus dat betekent dat we dan zo moeten gaan werken. Zo. En dan misschien daar. Nou, dat kan ik gewoon opvullen netjes. Oeh, wacht trouwens. Het muurtje moet wel eentje hoog. Wacht. Kijk, het moet hier eentje hoger zijn. Zo. Dan geeft het ook echt nog meer een toren vibe. Maken we het vloertje ook even iets hoger. Kijk, geeft al een veel leukere vibe hier gelijk. Dan stair, slab of normaal blok. Even kijken, hier komt ook stairs. En die heb ik niet meer. Nou, laten we die gewoon even met de crafting table maken. Normaal zou ik dat met de stone kunnen doen, jongens.
Ik raad je altijd af om steen om te bouwen met een normale crafting table. Maar soms is het even niet anders. Soms heb je niet de juiste blokken bij om dat te doen. Of de juiste gereedschappen. Maar soms kan het even niet anders. Hier gooien we hem even eentje hoger. En hoppakee. Begint dit er van afstandje al leuk uit te zien? Als we nu zo'n torentje... Oeh, ja, want nu gaan we er een punttakje op bouwen. Dan begint het er al goed uit te zien. Oeh, mijn steen is op. Laten we weer even... Of mijn steen, mijn stone bricks zijn op. Laten we die even bijbouwen of bijpakken. Gelukkig hebben we nog genoeg steen van de berg die hebben we gesloopt. Oeh, bijna het verkeerde. Zo. We hebben natuurlijk, hier stond eerst een reusachtige berg. Die hebben we gewoon helemaal gesloopt. Dus we hebben echt oneindig veel steen voor de rest van dit seizoen. Voor de rest van de 10 afleveringen die we nog mogen maken. Oké, dan gaan we nu kijken dus naar het plafonnetje of het dakje dat ik erop ga bouwen. Ik wil het een beetje... eroverheen laten hangen, wat logisch is natuurlijk. Ik moet even voorzichtig zijn, want het moet wel echt een stijl puntdakje worden. Maar gelukkig heb ik dit wel vaker gebouwd natuurlijk. Dus dit moet wel goed komen, althans dat hoop ik. Kan haast niet fout gaan, kunnen we het zelfs beter zeggen. Als het dan fout gaat, dan moet ik me schamen. Maak de risico's wel hoog, jongens. Voor mezelf. Als jullie trouwens nog leuke ideeën hebben wat ik van dit kasteel moet maken. Als jullie zeggen, maak dit het hertogkasteel voor de hertog van je stad. Of maak dit, verzin het, het beta-kasteel voor de beta-mensen. Ik weet ik veel. Jullie hebben altijd wel leuke ideeën. Dus laat sowieso je leuke ideeën achter een reactie. Ik bedoel reacties. En dan kunnen we altijd samen beslissen wat we ervan maken. Ik ga het in ieder geval gewoon vast bouwen. Het eerste randje is gemaakt. Laten we van een afstandje vliegen hoe dat eruit ziet. En dat ziet er... Oeh, dat ziet er prima uit. Nu komt alleen nog dat puntje op. Ken ik hoe ik dat mag noemen? Oeh, nee, ik val ertussen. Zo hoog bouwen is wel dat eng, jongens. Want elke val kan gewoon echt dodelijk zijn. Omdat het echt... Op hoe hoog zit ik? Op 160. En hier beneden is het... Stel ik zo helemaal toevallig hier naar beneden vallen. Echt op het laagste punt kan bijna niet. Zit ik op 87. Ik zit bijna 100 blokken hoger dan het laagste punt in mijn stad. Gewoon, moet je nagaan. Ik ben benieuwd hoe mijn stad eruit gaat zien over de 10 afleveringen, jongens. Want jullie hebben de vorige aflevering gezien. Daarin heeft de burgemeester aan mij verteld dat ik nog maar... 10 afleveringen de tijd heb om Content Veen af te maken. Daarna moet het stoppen. En dat is dus het spannende. Ik heb nog maar 10 afleveringen en ik moet nog zoveel doen. Ik heb echt nog zoveel te doen voor mijn gevoel. Mijn hout is op. Laten we even kijken of we hier bij de poort, als de wereld in wil laden. Oeh, ook net op tijd. Kijken of we hier even nog wat hout hebben. Volgens mij heb ik hier heel veel hout ingestopt. Ja, Dark Oak Logs. Oh, joh. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Oh, hoe ziet het eruit als ik van een afstandje aan kan vliegen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ah, de wereld wil niet op tijd inladen. Nou, dat is vals. Dat vind ik gewoon flauw. Dat vind ik gewoon heel flauw. Maar het ziet er wel leuk uit. Zo, oké. Okay. Als het goed is, is het puntdak klaar. En het ziet, laten we even van heel ver kijken. Oeh, dat is cool. Dat is mooi. Ja, dat doen we dan ook aan de andere kant. Dan hebben we een soort... Dat kan wel een soort elfendakje of zo, maar het heeft wel wat. Zeker als we dat puntje dan ook nog daar erop gooien, heb je puntje, puntje, puntje. En dan mooie muren naar achteren en zo. Dan is dit ook opgevuld. Ja, dat gaat er leuk uitzien. Laten we dit torentje wat we hier hebben gebouwd nu ook even kopiëren naar de andere kant. Dan hebben we het gewoon een beetje symmetrisch nu. Dan hebben we daar een iets beter zicht van al. Oh, dat heb ik zelfs zo'n hekel aan altijd, jongens. Heb je net iets gebouwd, dan denk je, ja, dat gedeelte is klaar. Maar dan moet je twee keer bouwen. Dat is ook zo stom. Mag ik het gewoon nog een keer bouwen? Het enige probleem wat we hier hebben is dat we tegen de berg gaan lopen. Oftewel, ik kan niet heel ver... ja, kan op zich wel. Misschien dat het me wel kan helpen dat ik dan minder hoef te bouwen. En het kan laten lijken alsof het een beetje in de berg is gebouwd. Alleen, ik weet niet of dat heel mooi is hier. Nou, ik moet wel zeggen... Nou, ik moet wel zeggen dat het opschiet, jongens. Ik dacht dat dit torentje nog een keer bouwen weer lekker lang zou duren. Maar omdat ik hem al eerder heb gebouwd, hoef ik het niet meer te bedenken. En kan ik gewoon een beetje hersenloos... Uit herinnering hetzelfde bouwen. Al kan ik het niet herinneren, kan ik ook gewoon daarin lopen. De hele muur zit hier gewoon. Weet je, we laten het wel gewoon even wat het is. Ga niet te moeilijk doen. Laten we dan nu ook nog maar het dakje erop bouwen, jongens. Aan deze kant. Dan zijn we al helemaal klaar gewoon. Het mooie puntdakje wat we voor ogen hadden. Hallo! Ja, hierboven! Boven? Hallo? Hallo! Hallo, waar ben je? Fred? Beneden! Oh, beneden! Fred, hey! Hi! Hoe is het? Goed, en met jou? Ja, goed. Wat doe je met je man? Druk. Druk? Ja. Met wat? Alles. Wacht, moet ik even naar beneden komen? Dan hoef ik niet te schreeuwen. Oké, top man. Ik kom eraan. Hallo, Fred. Hallo. Hoe is het? Daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Wat ben je nu? Eindelijk. Mijn nieuwe kantoor in aanbouw. Ja, nieuwe kantoor in aanbouw. Daar ja, heb jij het over? Ik heb dat met... Wel, ik heb dat met de burgemeester afgesproken. Hoezo? Dat dit mijn nieuwe kantoor wordt. Hoezo? Dit staat hier echt pas... Letterlijk vandaag is het in aanbouw. Ik denk dat dit er pas... Twee jaar geleden heb ik hier mee begonnen. Vandaag besloten dat jij dit als kantoor krijgt. Ja, mooi. Nee, maar ik ben het aan het bouwen. Mooie plek. Mooi uitzicht. Ja, mooi uitzicht. Mooie trap. Ja, dat snap ik natuurlijk. Mooie stad. Mooi weer. Dankjewel, Fred, dat vind ik wel een compliment. Maar... Het weer bepaal jij niet. Nee, maar de stad heb ik gebouwd.
Oh. Maar Fred, het ding is, ik ben hiermee bezig. Dus je moet bij mij toestemming vragen of jij hier mag wonen. Manfred. Manfred? Jij zegt Manfred. Fred. Ah, ja, wat is er? Ik bouw dit, dus jij moet aan mij vragen of jij toestemming kan krijgen om hier te wonen. Bij deze, dankjewel. Nee, niet bij deze, dankjewel. Jij woont daar, Fred. Daar woon je, daar is je alleen, kantoor. Alleen, de poort zit niet in het midden. Nee, dat je hebt twee deuren. Hier, zie je? Oh, nog luxer. Dankjewel. Nee, Fred, wacht nou Hallo. Even. Hallo. Kan ik je helpen? Ja, dit is niet jouw kasteel. Nee, is in aanbouw. Ja, maar ook niet van jou. Nee, gemaakt door Max. Voor ja, door mij. Fred. Niet voor Fred. Wel. Fred, waarom wil je eigen kasteel? Mooi. Ja, dat snap Meer ik. Alleen. Groen. Ik heb jou een heel huis daar gegeven. Ik had een eerder huis voor je gemaakt. Te klein. Ik weet hoe groot het huis is. Ja. Ik ga je niet nog een kasteel. Ik ga je niet nog een kasteel geven. Mag wel. Ja, maar weet je, ik zoek de burgemeester op. Je zoekt het maar uit. Ik weet niet hoe je. Ja, dit pad had je natuurlijk al snel gevonden dat ik hier een nieuwe brug had gebouwd. Ja. Dat had je allemaal gevonden. Ik ga naar de burgemeester. Waarom ben je sneller dan ik? Jij bent een robot. Jij was altijd traag en hoekerig en zo. En tegenwoordig ben je veel sneller dan ik. Fijn, hè? Nee. Weet je, ik ga naar de burgemeester. Je zoekt me uit. Ik ga het met hem hierover hebben. Dat is goed. Weet je, jij gaat rennen. Ik ga lekker vliegen. Ik ben sneller. Doei. Oh, laten we snel naar de burgemeester gaan, jongens. Ga even een hartig woordje met die burgemeester bespreken, jongens. Dat Fred niet. Waarom is die burgemeester zo tegen mij altijd? Wat is er aan de hand dat hij Hallo. Altijd zo tegen mij is? Hoe ben jij hier nou? Hoe ben jij hier sneller dan ik? Ik ben hierheen gevlogen. Ja, dan kan wel. Wacht trouwens. Ik wil even kijken vanaf hier. Oh, je ziet net niet het kasteel vanaf hier. Jammer. Maar hoe ben jij hierheen gevlogen? Wat ben je aan het doen? Sorry, ik had muziek aanstaan, de radio. Ik hoorde niet eens Dan loop iets. Ik sneller. Nee, in mijn hoofd. Oh, maar dan loop je sneller. Maar, ja. Weet je, maakt niet uit. Ik ga weer naar de burgemeester. Pardon. Wat is er, Fred? Heb je een afspraak? Nee, natuurlijk heb ik geen afspraak. Ik kom dat zal ik er één maken. Dankjewel. Oh, gelukkig dat die Fred altijd wel behulpzaam is. Tegenwoordig zijn de systemen gelinkt met de rechtbank, dus kan ik hier een afspraak maken. Oh, je kan hier. Je hoeft niet helemaal naar de rechtbank om een afspraak nee. te maken. Ah, dat scheelt. Waar is je pak trouwens? Stil. Sta ik bij de stomerij. Ik had gemorst. Oh, wat had je gemorst? Chocola. Waarom? Chocolademelk of? Nee. Gewoon chocolade. Vloeistof kan niet. Je kan toch ook niet eten? Je hebt niet eens een normale nee, mond. Nee, maar toch lekker. Om te smeren. Ja, maar wacht, wat doe je druk? Ik dus heb suiker op. Ja, dus je doet chocola alleen smeren en dat vind je leuk. Ja. Maar voor de rest doe je er niks mee. Nee. Oké. Dus wat vind je? Ik snap het niet helemaal. Nou, rustig aan, Fred. Wat ben Gemaakt. Je druk van? Gemaakt? Ja. Oké, en nu? Wacht even. Op burgemeester. Fred, gaat het? Nee, je hebt iets nodig. Nog meer chocola. Nou, ga jij maar nog meer chocola halen. Die Fred is helemaal doorgedraaid. Nou, laten we even wachten in het oude kantoor op de burgemeester. Hij woont tegenwoordig, volgens mij, zien is zijn kantoor boven al wat verder af en zo. Dus laten we gewoon lekker hier wachten. Gaan we op zijn stoel zitten en dan gaan we intimideren. Oh, daar is hij. Daar is hij. Burgemeester, hallo. Hallo. Ik ben hier. Juist. Doei. Goeiedag, ik heb een afspraak. Oh ja. Okay. Ik wou even... Waar ga je heen? Hallo. Hey, ja, ik weet niet waarom je... Waarom zit je daar zo? Ja, dit is je kantoor toch? Of ik me nou geïntimideerd voel of zo? Ja, absoluut. Dus dan niet met mijn kantoor, dat weet je toch zelf ook wel? Ja, maar je schilderij hangt er nog. Dat is een kopie. Gaan we naar boven of... Als de lift komt, want hij is weer stuk. Oh, mijn god. En anders pakken we hier wel een plekje. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Ja, hoezo geen tijd? Burgemeester, kom even met me mee. Dit is belangrijk nieuws. Ik heb een koffieafspraak. Koffie? Oh mijn god, wacht even. Wat ga je... ja, ik ga slapen. Ik moet een dag maken. Heb jij een koffieafspraak? Zei dat nou? Ja. Weet je, dan heb ik wel een leuk plekje. Kom maar even met me mee. Gaan we... Dan, ik weet niet, dan kan je ook koffie halen en zo. Ja, dan gaan maar we wel ik even... heb de afspraak, niet met jou. Ja, maar dan ga ik er maar bij zitten. Ik heb namelijk spoed jij weer een beslissing genomen zonder mijn toestemming. Ik heb al gereserveerd, dus ik weet niet waar we nou naartoe gaan, maar ik heb... Naar Tonis. Al... Oh ja, dat heb ik al gereserveerd. Oh, dat heb je gereserveerd. Oké, top. Ik heb wel een leuk plekje voor je. Dan kun ik wel... Oh, ja. Ik heb wel een leuk plekje waar... Oh, waar we even met z'n tweeën kunnen zitten. Okay. Kijk, hier is Tonis natuurlijk hartstikke gezellig. Als we dan even met z'n tweeën hier naar boven gaan. Dan nog een keer pakken we even de zolder. Dan hier heb ik een romantisch plekje waar we even met z'n tweeën kunnen gaan zitten en kijken naar het kasteel. Nee, hallo, kom nou even erbij zitten, burgemeester, alsjeblieft. Hallo? Florian? Hallo? Florian? Oh, waarom ga je nou daar zitten? Ik had buiten gereserveerd. Ik kan niet tegen binnen. Ik kom erin, maar je zit hier ook buiten. Nou, dan doen we het wel vanaf hier. Nee, weet je, ik kom er wel gewoon aan, prima.
Kijk, weet je wat het is? Ik hoor dat jij Fred de mogelijkheid heeft gegeven... om in dat nieuwe kasteel erachter te gaan wonen... en dat dat zijn kantoor wordt. Klopt, ja. Waarom? Daar heb je helemaal geen recht voor. Dat is ik ben letterlijk nu aan het bouwen als koning mijn kasteel. Mhm. Ja, Dat is jouw kasteel. Dat is ook mijn kasteel, ja. Ja. Ja, en kijk, dat nieuwe gebouw daar, dat is van mij ook. Dat ben ik letterlijk mijn hart en ziel in aan het stoppen op het moment. Ja, ik heb mijn hart en ziel ook in het hele wetboek hier gestopt, weet je. Je kan overal blijven pietenneuren, maar dat ja, heeft ook geen zin. Nee, het gaat gewoon niet gebeuren. Ik zeg gewoon een keer nee. Nee, zeker niet. En ik zeg ja. Ja, en ik zeg nee. En ik zeg ja. Ik ben de koning. En ik ben de burgemeester. Ja, de burgemeester heeft niks te zeggen. Oh, ik ben weer... Oh, mijn god, jongens. Die burgemeester, die kan me nog steeds elke keer verbannen. Dit is precies wat ik bedoel. Hij kan me verbannen van de server, de burgemeester. Dus als ik niet naar zijn dingen luister, dan ben ik gewoon van de server af. Hier, logging in. Oh, we zijn er weer. Hij heeft me geunbend. Hallo? Florian? Burgemeester? Ja? Waar ben je? Op het water. Op het water? Waarom ben je nou weer daar? Aan het vissen. Oh, weet je? Zoek het maar uit. Ik verzin wel iets, oké? Dat is goed. Oh mijn god, jongens. Die burgemeester. Het is vreselijk. Elke keer als ik... nu snappen jullie. Ik kan hem niet echt tegenwerken, weet je. Daarom moet ik ook nog maar 10 afleveringen maken. Omdat hij kan me gewoon verbannen van de server, die man. Dat is toch irritant. Hoe kunnen we daar nou op gaan... Hoe kunnen we daar nou iets op gaan counteren? Hoe kunnen we daar nou... Jongens, als jullie een tactiek hebben, help me alsjeblieft. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Weet je, jongens, voor nu is het gewoon even klaar. Ik laat die burgemeester met rust. Jullie gaan vast wel leuke reacties of goede reacties of goede tips achterlaten. Wat ik allemaal moet gaan doen. Platform boven de ijzerfabriek, boom. Die vind ik helemaal klaar. Kerkenricht is iets wat we dus volgende keer misschien gaan doen. Omdat we dan de doorgang... Kijk, dat laat ik wel even zien. Of dat had ik volgens mij al laten zien in deze aflevering, hè? Kijk, dat is natuurlijk als je hier nu doorheen loopt, jongens. Vanaf deze kant maakt niet uit waar je vandaan komt lopen. Maar als ik hier loop zo, en dan hier naar links gaat, dit hoofd moet weg. En als we dan... Kijk, dit is... Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Martin, wat zijn we aan het doen? Hoorde, mooie... Ik schrok me oprecht helemaal kapot van je. Ja, ik schrik me mooi, ik ben hier die Gordon binnen, ja. Dit is Justin, die moet nog weggehaald worden. Oeh. Ja. Ja, dit is hier nog wel een heilige graal, wie je wil. Dit is Justin. Kijk, er staat hier ook als je aan de andere kant zou staan. De heilige opa Gerard verboden aan te raken. Groet de koning. En dat is niet helemaal waar. Dat moet ook nog weg. Oeh, dat weet ik niet, hoor. Dat is heilig. Nee, dat is niet heilig. Heel goed. Ik ga verder met mijn kerkdienst, want er is toch veel onzin gebeurd hier. Dat wil je niet weten. Hoezo? Al mijn piepen zijn kapot gevreden. Weet je, dat is een probleem. Echt voor... Hallo? Nee. Daar moet ik echt voor bidden dat dat niet meer kan. Ik wil... Oh, ik heb een nieuwe opdracht voor u. Nee, nee, maar mag een elektrisch veld maken dat er geen vogels meer kunnen komen? Ik ga helemaal niks meer voor jullie doen. Jullie boeren bezorgen me alleen maar problemen. Hoezo nou? Nou ja, gewoon. Elke keer als ik associeer met jullie, dan kom ik met problemen. Ja, maar ik als je problemen hebt, ga je maar lekker naar de burgemeester. Dat er mussen van het dak van, ja. Ja, de mussen kunnen van het dak vallen en dan ga je naar de burgemeester toe en die raapt ze weer op. Waarom zou die zo opruimen? Ja, maar, dat weet ik veel. Dat is de burgemeester. Ik hoor hier de vogelgriep van. Martin, ik ga er vandoor. Ik wil... Ja. Tot ziens. Je krijgt van mij te horen. Waar ga je heen? U krijgt van wie zo aan? Nee, ik ga die kant op. Oeh, dan moet ga ik de andere kant op. Oké, dan weet je wat. Laten we... Martin. Wat? Hij zoekt het maar even uit. Oh mijn god. Waarom? Weer? Hey, oh mijn god. Hallo Fred. Waar kom je vandaan? Je komt vandaan natuurlijk. Vanaf het kasteel. Fred. Hey, Fred. Kom eens terug. Fred, waar ben je? Fred. Oh, hij is weggelopen. Nee. Hij heeft nu al een groene vlag erbovenop gebouwd. Dat gaan we niet doen. We gaan niet een groene vlag erbovenop bouwen. Hallo. Fred, dit is niet eens van vlagmateriaal. Het is van concrete gebouwd. Het is ook een mega lelijk grote vlag. Oh mijn god. Fred, jongen. Hij heeft nu al een groene vlag erbovenop gebouwd. Kijk dit nou. Oh, maar weet je, dat is een probleem voor de toekomstaflevering. Dat gaan we niet deze nog oplossen. Maar ik ga hier niet mee akkoord. Ik wil het best aan Fred geven, maar niet op deze... Hij staat alweer daar. Dat heeft hij snel gedaan. Die Fred, jongen. Nou, jongens, weet je, dat gaan we in de volgende aflevering doen. Heel veel chaos aan het einde van deze aflevering. Ik dacht, we gaan lekker het kasteel bouwen en we houden het lekker rustig deze aflevering. Maar dat is niet mogen. Dat heeft niet mogen baten. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, hoepsie, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van VNL. Heb je hem nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot de vier, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!